Hallo, welkom allemaal bij een nieuwe update vanuit LTVB met de laatste nieuwtjes. Waar ik mee wil beginnen is dat we een datum voor de ALV hebben geprikt en dat wordt donderdagavond 7 april. Schrijf hem in je agenda. Een van de agendapunten die sowieso op de ALV zal staan is de contributieverhoging. Afgelopen jaar hebben we geen contributieverhoging gehad vanwege de heel aparte coronasituatie. Dit jaar gaan we wel een contributieverhoging doorvoeren en je ziet op deze slide hoe dat eruit gaat zien. Op de ALV is het eventueel mogelijk om alsnog daar bezwaar tegen te maken, maar alle afgelopen jaren is er altijd ingestemd met deze contributieverhoging, dus we willen hem voor de facturatie toch gewoon doorvoeren. Dan hebben we superleuk nieuws over het Bleiswijk Open uit 2021. Zoals sommigen van jullie misschien al gezien hebben, zijn we door de KNLTB benoemd tot toernooi van het jaar. Natuurlijk onwijze prestatie van alle vrijwilligers die in de toernooicommissie zitten, maar ook van de parkcommissie en de barcommissie die allemaal hebben meegewerkt om het een succes te maken. Er zijn wat leuke filmpjes ook van de legends die eerder aan het Bleiswijk Open hebben meegedaan. Dus ik zou zeggen, klik eventjes verder. Een ander toernooi wat nu te gebeuren staat is het Bleiswijk Open Jeugd. Dat gaat van 21 tot en met 27 maart plaatsvinden. Hier op de club en dat is voor alle jeugdleden van onze vereniging, maar ook van buiten de club. Meld je daarvoor aan, wordt onwijs leuk, wordt van alles omheen geregeld, dus zorg dat je je aanmeldt. En ook dat linkje staat verder in de nieuwsbrief. Dan wat minder fijn nieuws, dat is dat het Oldtimers toernooi wat dit jaar in juli gepland stond om hier op de vereniging plaats te vinden tussen verenigingen uit Bleiswijk, Bergshoek en Berkel, dit jaar niet door zal gaan en er is te weinig animo vanuit de nieuwe oldtimers. Mocht je boven de 50 zijn als vrouw, boven de 55 als man en het lijkt je toch leuk, laat het dan eventjes weten, want wellicht kan het dan alsnog gehouden worden. Dan heb ik nog een leuke update dat we net als vorig jaar weer een ledenwerfactie gaan doen. Betekent dat we altijd op zoek zijn naar nieuwe leden. En dat we daarvoor ook jullie hulp inschakelen. Weet jij nou een nieuw lid te vinden voor onze mooie vereniging? Dan kun je daar zelf een tegoedbon van 25 euro van Tennis Direct aan overhouden. Zorg dan dat het nieuwe lid jouw naam invult op het inschrijfformulier en dan wordt dat vanzelf geregeld. Een laatste en niet onbelangrijke update is dat ik jullie kort wil vertellen hoe het er qua banen en padel voor staat. We hebben een omgevingsvergunning aangevraagd, die is goedgekeurd. Daartegen kan nu bezwaar worden gemaakt door omwonenden. Er zijn ook omwonenden die spreektijd bij de gemeente hebben gevraagd, dus ja, we zitten daar middenin. En een ander punt wat we nog moeten doen of waar we op wachten is dat we ook voor het activiteitenbesluit van de gemeente een verzoek hebben moeten indienen omdat onze activiteit daardoor verandert. En ook daarvoor geldt dat die procedure nu loopt en dat daar eventueel bezwaar tegen mogelijk is. Dus we zijn volop bezig. We hopen dit jaar te kunnen doorvoeren, maar qua planning zijn we echt afhankelijk van een aantal externe factoren. Dan als laatste nog de oproep. Wil jij iets betekenen voor de vereniging? Vind je het leuk om ergens over mee te denken? Of het nou is qua een stukje rol in de barcommissie, iets doen in de parkcommissie en lekker overdag helpen het park er mooi uit te laten zien. Of wellicht helpen bij de communicatie, dan verzoek ik je om je kenbaar te maken dat je hier interesse in hebt, want samen houden we de club mooi. Dat waren voor mij voor dit moment de updates en ik hoop dat jullie alles mooi doorlezen, dan maken we dit allemaal niet voor niets.